De weg naar Lange Tabiki moet worden geasfalteerd. Tot op dit moment wordt er steeds voor gekozen de weg te rehabiliteren. De weg is recentelijk voor een groot deel aangepakt, maar verkeerde voor enkele weken in zeer slechte staat. Onze nieuwsdienst bracht zelf een bezoek aan het gebied en sprak hierover met districtscommissaris Olivia Domini. Over de weg, de Patamakkaweg gesproken, is het zo dat de weg steeds weer door de regen grote gaten krijgt, kraters. Die steeds weer gelapt, dicht gemaakt moeten worden. Er moet steeds weer geëgaliseerd worden. Dat is wel een probleem. Eigenlijk wat er moet gaan gebeuren, moet de weg geasfalteerd worden. En als de weg geasfalteerd is, dan zijn deze problemen weggewerkt. Toch? Dan hoeft men niet steeds weer te gaan egaliseren, gaten dicht te maken, want het is verhard. Domini zegt dat de weg vaak verzakkingen vertoont en net zo vaak moet worden aangepakt. Soms is het zo erg dat voertuigen vast komen te zitten en de weg haast onbegaanbaar is op enkele plekken. De weg wordt volgens Domini deels onderhouden door mijnbouwbedrijf Newmont. Domini. Ik heb met Newmont daarover gesproken en Newmont eist dat de mensen, de stakeholders, de houthakkers, de concessiehouders die daar in het gebied werken, hun werkzaamheden uitvoeren, dat ze ook een bijdrage moeten leveren aan de weg, aan het begaanbare onderhouden. Van de weg. Laat me kijken, is een poosje geleden dat Newmont een stakeholders meeting wilde organiseren met de mensen, die alle ondernemers, die allemaal daar gebruik maken van die weg. Maar het is vanwege de COVID-pandemie dat die meeting niet plaats heeft kunnen vinden. De DC zegt verder dat Newmont haar had gevraagd om de lokale houthakkers en andere ondernemers die gebruik maken van de weg bij elkaar te brengen. Domini is van mening dat de multinational wel zal voorzien in het onderhouden van de weg. Ze zal in het vervolg weer gesprekken voeren om de partijen bij elkaar te brengen om tot een duurzame oplossing te komen.